Kijkers, van harte welkom bij de 17e aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Wiuma Fusranang pakt samen met de FAO en LVV de cassavesector verder op. Een reactie van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in zaken de mogelijke inbraak in de kluis van de Stichting Oudedagsvoorziening. Een persconferentie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de recente ontwikkelingen op de Institute for Graduate Studies and Research. En wij voeren u terug naar de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée. Dit is Focus. Wij starten deze aflevering van Focus met het volgende onderwerp. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag, donderdag 23 januari, een persconferentie gehouden waarbij zij is ingegaan op de huidige situatie bij de Institute for Graduate Studies and Research. Deze bijeenkomst vond plaats in het perscentrum waar ook de redactie van Focus aanwezig was. Op 21 december heb ik de voorzitter van het universiteitsbestuur ontvangen, nadat hij verschillende dagen had aangedrongen. Ik heb hem ontvangen. En hij heeft aangegeven wat er gaande is naar aanleiding van een schrijven vanuit het IGSR. IGSR-bestuur. En hij was daar heel verontwaardigd over. In het kader van hoor en wederhoor heb ik dus ook contact gemaakt met de verantwoordelijken van dat schrijven. En ik heb dus ook de informatie van het IGSR-bestuur ingewonnen. De afspraak was toen gemaakt dat op 2 januari het bestuur van de universiteit het zelf zou oplossen met het bestuur van de IGSR. Wat heel belangrijk is, is dat we moeten weten dat, nogmaals, het zijn instituten die in elkaars verlengde liggen. Ze staan niet los van elkaar. Zelfs de statuten geven aan, de statuten van het bestuur van de IGSR, geven aan die verbondenheid. En een van de bestuursleden zal later ingaan op hoe dat precies zit en waarom er in elk geval een vertegenwoordiger van het bestuur van de universiteit zit in het bestuur van IGSR. Ook om die terugkoppeling steeds te hebben. De vergadering op 2 januari, ik vraag op 5 januari naar de notulen van meneer Menke, maar ik krijg geen reactie. Ik hoor via mijn secretaris dat de vergadering niet heeft plaatsgevonden. Daags daarna heb ik wel een berichtje gehad van meneer Menke die mij vraagt of ik het subsidiebedrag voor eerste kwartaal 2019 wil reserveren. En ik wil dat ook hier direct zeggen in de media. De subsidie op de begroting van het ministerie voor het jaar 2019 bedraagt 160 miljoen SRD. Omdat alle salarissen plus de voorzieningen van de universiteit nog steeds komen uit die subsidie. En dan zou je kunnen denken van, heeft de universiteit dan geen inkomsten? Want waarom moet alles uit die subsidie betaald worden? En ik om het duidelijk te maken, ook in het algemeen publiek. Want daarom is die rol van IGSR is heel belangrijk, want daar zit onderwijs bij, daar zit onderzoek bij. En er zijn organisaties, een internationale organisatie, die het IGSR inschakelen om onderzoek te doen. En die betalen daarvoor. En daarom gaat het er om, wat gebeurt er met die gelden?
Waarom moet het ministerie, zo kijk ik ernaar als minister, alles van de universiteit subsidiëren, terwijl de instituten, en dat is niet alleen IGSR, het is ook CELOS, het is ook IMWO, het is ook het MWI, wel inkomsten hebben. Ik heb het vergeleken omdat ik het wilde uitleggen aan anderen. Met, stel je voor, je werkt bij een bedrijf, iemand die, een automonteur, komen auto's, die moeten geserviced worden, moeten gerepareerd worden. Jij bent in dienst van het bedrijf, je krijgt je salaris, alle voorzieningen worden betaald. Maar wanneer je zegt van, ik heb de auto van mevrouw Jones geserviced en mevrouw Jones heeft betaald. Nou, ik heb het gedaan, dus het is voor mij. En morgen komt meneer Power en die zegt, nee, maar ik heb zijn auto gedaan, dus het is voor mij. En die gelden komen dan niet in het bedrijf. Nou, dat zijn hele ernstige zaken als we gaan voor transparantie. Dus is er gevraagd door het bestuur van de IGSR, via de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, aan de minister van Financiën om de klad in te schakelen voor een onderzoek naar de financiële doorstroom van de middelen. Dan is het gebruikelijk dat als we de klad inschakelen, dat er ook gevraagd wordt om de huidige directeur van IGSR op non-actief te stellen. Die brief is ook uitgegaan naar het bestuur van de universiteit, want nogmaals, het IGSR valt onder het bestuur van de universiteit. Zodat we de resultaten van het kladonderzoek kunnen afwachten. Het onderzoek is inmiddels gestart. De organisatie Wi Uma Fusranang heeft geparticipeerd aan een programma van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, over de ontwikkeling van de cassavesector in ons land. De uitvoering van dit programma ligt in handen van de Food and Agriculture Organization, FAO. Meer bijzonderheden hieromtrent krijgt u in de komende minuten te zien. Wi Uma participeert in deze training omdat, zoals u al weet, denk ik, is cassave een erg belangrijk gewas voor ons. En het programma dat nu gaande is, is eigenlijk de ontwikkeling van de cassave sector. Dus helemaal op ons leven geschreven. En wij zijn dus onderdeel, participanten en host farmer in dat onderdeel van het programma waar de Farmers Field School wordt geïmplementeerd. Op dit moment is gaande de trainer of trainers. Dus de master trainers trainen nu de extension workers van LVV. Worden nu getraind om zo meteen de boeren in het veld op een andere, meer participatieve wijze te onderwijzen in het beter telen van de cassave. Dus dit duurt nu 3 weken en tegelijkertijd, tussenin, start ook dat van de, zoals vandaag, dat van de Farmers Field School zelf. En dus dit is trainers of trainers voor de Farmers Field School. Maar de Farmers Field School zelf, die start is eigenlijk ook vandaag gestart. Maar die gaat 9 maanden lang door, een hele cycle van de cassave. En daarbij gaan de boeren dus kunnen vergelijken wat een betere methode is. Misschien is de methode die zij al oud hanteren gewoon beter als de beter ontwikkelde Caribische methode. Dus dat gaat zichzelf nu moeten uitwijzen. Ik denk dat Wi Uma met recht mag zeggen dat we heel erg hard trekken aan de ontwikkeling van die cassave sector. We hebben nog niet het idee dat iedereen begrijpt waar het om gaat. Ik merk wel dat er steeds meer wordt gesproken over cassave en dat zal u ook gemerkt hebben, ook in de media. En dat doet ons heel erg goed. Maar wij blijven de nadruk en het belang van de cassave blijven we dus eigenlijk echt benadrukken. We zullen daarom overal te vinden zijn waar er activiteiten zijn op het gebied van cassave. En in dit geval moest er een host farming
een host farm eigenlijk gevonden worden. En wij hebben dus het ministerie de gelegenheid te geven om als host farmer te dienen. En dus het, de Farmers Field School hier plaats te laten vinden. This program is funded by the Caribbean Development Bank and also by the Food and Agriculture Organization, the FAO. The contribution of the Caribbean Development Bank is $1.2 million for the overall project. FAO is putting almost an equal amount, but some in cash, some in kind. And the project is in three countries, Suriname, Dominica, Trinidad and Tobago. So three countries in one project. Okay, and the aim of the project is to do a market assessment of cassava and to do validation and dissemination of best practices in cassava production and so on. Yeah. Okay, so far we have completed a market assessment in all three countries and we have given the results to the government so they can now follow up on, and the project is also assisting in following up on some of the recommendations from that market assessment in terms of what particular sector can be developed. For instance, the porridge, the porridge sector for maybe local consumption as well as export. Cassava bread production. My colleague Vamaran Ekstawa, she's coming next week to do some training in producing bread, sliced loaf, with using cassava up to 40%, which is doing very well in the Caribbean. We have bakeries producing it regularly now in Trinidad and Tobago, in Barbados, in Grenada. So that is one of the success stories of this project that we have in the Caribbean on roots and tubers, focusing on cassava. Helaas is gebleken dat er gelden verdwenen zijn bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Minister Christine Polak zegt tegenover Focus dat dit absoluut niet met een sisser zal aflopen. Dit is onacceptabel. Gelden van AUSV die in de kluis zaten bij AOV, omdat AUSV heeft geen eigen kluis, een hoogst bedrag. Wat gekluist is in die, ik dacht 11 december, vanuit sociale zaken is er vorige week opdracht gegeven dat alle gelden moeten worden afgeroemd om te storten weer op de bank. Dat uit één trommel er geld zal zijn verdwenen. Is er al een verdachte of zijn er al verdachten in beeld gebracht? Ik weet niet, als u moet zeggen, ik ben niet de politie. Laat me zeggen, in het verleden is het vaker de gewoonte geweest, schijnt het, dat betaalmeesters, zij alleen hebben toegang tot de geldtrommel. En in het verleden, heb ik mij laten vertellen, is het vaker gebeurd dat er geld uit de trommel werd gehaald en men zette het geld uit tegen rente. Toen ik op het ministerie ben gekomen, hebben we zoveel als mogelijk daar een stop aan gezet. Onder andere door de moneycard in te voeren, waardoor we die contante betalingen niet hoefden te doen. We kijken nu om kinderbijslag ook op de moneycard te gaan brengen. Dit was een restant bedrag van zwakke huishoudens, wat dus volgens de betaalmeester in de is een geldtrommel had moeten zijn. De betaalmeester zelf is ook fout, omdat na de uitbetaling dient het geld te worden geteld, de papieren dienen te worden ingevuld en dat doet de betaalmeester met een controleur. Dan weten we ook precies hoeveel geld in de trommel is overgebleven. En dan wordt het gekluist. Het blijkt nu dat deze betaalmeester dat niet heeft gedaan. En hij beroept zich op het feit dat er nog wat nabetalingen moesten plaatsvinden. U weet, wanneer de contant wordt uitbetaald, komen niet alle mensen om hun geld te ontvangen. Wanneer we het geld storten, gaat het dus terug naar financiën.
En dan krijg je dat mensen dus achteraf komen om hun geld te ontvangen. Je kan het dan niet meer aanvragen bij financiën. Vandaar dat hij van mening was dat hij het heeft gekluisd. Maar het is langer dan een maand dat het in de kluis bij AOV was. En er is dus maandag ontdekt dat het geld er niet meer is. Wij maken geen grap, we hebben gelijk de politie ingeschakeld, zodat die het onderzoek kan starten. Echter vind ik het toch wel, u vraagt me zijn een verdachte. Voor mij is de betaalmeester de eerste verdachte, omdat hij rechtstreeks toegang heeft tot zijn betaaltrommel. Maar tot gisteren nog liep de betaalmeester gewoon rond. En wat zijn de stappen die het ministerie zelf zal ondernemen tegen deze betaalmeester? We wachten dus nu op rapportage van de politie. Voor mij, of niet voor mij, voor ons als directie, minister en directie op sociale zaken, wordt hij sowieso daar weggehaald. We streven wel ernaar om zoveel als mogelijk geen contante betalingen te doen. Maar u begrijpt dat wat betreft Sipaliwidi is het wel niet makkelijk om het op te lossen. Ik denk dat in de tweede week van februari de pilot wordt gedaan met mobile payment. Als dat kan gaan lopen, hebben we geen contante betalingen meer. Dat betekent dat de gelden, als het nou AKB is, als het nou mensen met een beperking is, als het nou zwakke huishoudens is, dan gaat alles voor dat gedeelte via mobile payment. En wat betreft kinderbijslag willen we in de kustvlakte dat ook op de moneykaarten gaan doen. Het is logistiek wat moeilijk om bijvoorbeeld voor Kwamalasamutu, Apetina of voor het gebied bij de Lawa rivier, Lawa Tapanahodi gebied, om daar met die moneykaarten te werken, omdat die moneykaarten gekoppeld is natuurlijk aan een pinautomaat, dat is één. Als je wil overstappen naar de mensen zo min mogelijk ook contant geld gebruiken en van hun moneykaarten gebruik gaan maken, begrijpt u denk ik ook dat in de dorpen, ver in het binnenland, ze niet met die moneykaarten gaan kunnen werken. Dus ik hoop dat we dit jaar wel volledig af kunnen zijn van contante betalingen. En om hoeveel geld gaat het precies? Ik kan u het exacte bedrag niet aangeven, maar het is on and about, het is beneden de 50.000. Minister, nu dat geld is gestolen, we zetten dat tussen haakjes. Hoe zit het met de overige uitbetalingen? Komen die in gedrang? Nee, de uitbetalingen, er is altijd een verschil tussen de kustvlakte en het binnenland. De uitbetaling, we hebben net maandag jongstleden, de 21ste, hebben we de AOV-gelden en de mensen met een beperking, uitkering, hebben we gestort op de moneykaarten. Kinderbijslag voor dit jaar moeten we nog krijgen, dat wordt meestal door financiën in april gestort op de rekening van sociale zaken. We zijn dus bezig om te kijken om dat voor de kustvlakte via de moneykaarten te gaan uitbetalen. En voor het binnenland dus via mobile payment. Het is zeker niet zo dat de gelden, dat er geen uitbetalingen gedaan kunnen worden. Het is gewoon, bijna moet ik zeggen, onmaatschappelijk om gelden die bestemd zijn voor wat voor uitkering daar ook, om dat te laten verdwijnen. Maar hierdoor krijgt het imago van het ministerie een deuk, omdat er eerder al gelden zijn verdwenen. U heeft al zo'n beetje uitgelegd wat de stappen zijn die het ministerie zal ondernemen om dit te voorkomen. Maar hoe gaat het ministerie hiermee om? Kijk, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bestaat zeker niet alleen uit het uitbetalen van gelden, laten we het zo zeggen. Dus
Het is natuurlijk een vlek op het ministerie dat sinds ik aanzit het voor de tweede keer is dat er geld verdwijnt. In mijn opvatting is het duidelijk eigenlijk waar het vandaan komt. Ik vind het wel triest dat wat betreft de gelden die vorig jaar verdwenen zijn, tot op de dag van vandaag hebben we niets vernomen van het politieapparaat. Ik kan u niet vertellen wat de stand van zaken is. Maar ook met betrekking tot de gelden die in 2014 zijn verdwenen, waarvan ik aangifte heb gedaan of de zaak heb overgedragen aan het Openbaar Ministerie, weet ik ook niet wat de stand van zaken is. In ieder geval wat betreft gelden, zodra een cent verdwijnt, schakelen we in ieder geval wel de politie in. Wij als leiding van het ministerie zijn niet bereid om niemand de hand boven het hoofd te houden, omdat nogmaals het zijn gelden die bestemd zijn voor de mensen die het nodig hebben. Maar net wat ik al eerder zei, sociale zaken en volkshuisvesting bestaat niet alleen uit het uitbetalen van uitkeringen. Er gebeuren genoeg mooie dingen. We hebben net een training gehad, traumaherkenning. We zijn bezig met het PPP-project, dat is het Positive Parenting Project, waarbij we ouders willen bijstaan in de opvoeding van hun kinderen. En het gaat vaak om kinderen in de leeftijdsklasse 11 tot 18 jaar, 17, 18 jaar. Het afgelopen jaar hebben we meer dan 240 mensen getraind. Zowel in Nikeri, Koyoni, Sayamaka, Komowena, Paramaribo, ik dacht ook Paya. Dus het ministerie heeft veel meer activiteit. 1 februari start het LISP 3-programma. Het huizenbouwprogramma waarvoor we een lening hebben afgesloten bij de ISDB. Nogmaals zeg ik, het is natuurlijk een vlek op het ministerie, maar het ministerie is meer dan het uitbetalen van de uitkeringen. Verder garanderen we dat ook dit jaar, net wat ik zei, maandag hebben we dus de stortingen gedaan in de kustvlakte, Alfi en mensen met een beperking. Het is de gewoonte om het achterland, om daar eens per jaar die uitkeringen uit te betalen. En minister, nu aan u de vraag. Om de mensen die ongerust zijn na het horen van het nieuws dat er gelden zijn verdwenen en afhankelijk zijn van deze gelden, de mensen gerust te stellen dat de uitbetalingen normaal zullen gebeuren, zoals u aan het begin van het gesprek reeds heeft gedaan. Nogmaals zeg ik, dit waren eigenlijk restgelden van een uitbetaling die al is geweest en waarbij mensen hun geld nog moesten komen halen. Eigenlijk zouden deze restgelden, omdat als je uitbetaalt, ik zal maar zeggen maandag, dinsdag, woensdag in een district, is de nabetaling vaak maandag, dinsdag. De uitbetaling is afgesloten 11 december. Dus dit geld had al lang teruggestort moeten worden voor financiën. En zou dus eigenlijk de mensen die toen niet zijn komen ontvangen, die zouden eigenlijk niet meer hebben kunnen ontvangen. Want als je terugstort bij financiën, zou je het hele proces van aanvraag van het geld weer moeten doen. En als het bijvoorbeeld zou gaan om mensen met een beperking en iemand is 3-4 maanden niet komen ontvangen, voor die persoon is het natuurlijk van belang dat hij zijn geld krijgt, maar als je niet op de aangegeven data, dan praat ik over het binnenland, je geld komt ontvangen, als staat kunnen we het geld, u ziet wat nu is gebeurd weer, kunnen we het geld natuurlijk niet te alle tijden in de kluis houden. Dus de normale betalingen vinden normaal voortgang. Thank you.
In de Nationale Assemblee zijn eerder deze week de algemene politieke beschouwingen afgerond. Wij voeren u terug naar het moment van debatten. Parlementariër Amzat Abdul gaat op het volgende in. Maar voorzitter, de economische groei is een feit. We kunnen niet eromheen. Ik begrijp, voorzitter, dat deze ontwikkeling een zeer verrassende is voor velen. Vooral voor hen die gewend waren een zeer negatief beeld te schetsen van het land en de prestatie van de regering. In één klap heeft het rapport van IMF velen van hun wakker gemaakt en roet in het eten gegooid, voorzitter, voor velen. Men had anders verwacht. En wat ik vandaag heb opgemerkt, voorzitter, geen enkel spreker vandaag heeft dat woord crisis gebezigd. Geen enkel spreker vandaag heeft over crisismanagement gesproken. Geen enkel spreker vandaag, voorzitter, ik heb maar weinig tijd, voorzitter, heeft vandaag een crisisprogramma gesproken. Een uitvoering van een crisisprogramma, voorzitter. Ze hebben hun ontwikkelingsstrategie snel bijgesteld, voorzitter. Ik neem aan dat daadwerkelijk, voorzitter, ja, een veel grotere leeftijd wat wijsheid met zich meebrengt. Voorzitter, laat me verder gaan. Er is hier door verschillende leden op de uitdagingen ingegaan in het IMF-rapport. En ik ben blij, voorzitter. Uiteindelijk heeft men dat rapport gelezen. En weet men ook dat er sprake is van economisch groei. Maar geen één van de uitdagingen, voorzitter, is iets dat wij hier in uw parlement niet eerder hebben gehoord, voorzitter. Heeft u eerder gehoord over die uitdagingen van begrotingstekort? Heeft u eerder hier gesproken over overheidsfinanciering? Heeft u hier eerder gesproken, voorzitter, over begrotingsrealisatie, over ondernemerschap, over institutionele versterking? U bent al langer dan 20 jaar hier. Gaat u de handelingen na? Al die uitdagingen zijn al daar. Al die uitdagingen zijn niet van 8 jaren. Al die uitdagingen zijn van tientallen, twintigtallen jaren, voorzitter. Maar wat belangrijk is, is dat er economisch groei is. De werkloosheid is afgenomen, voorzitter. Zeer subjectief komt een spreker hier, voorzitter, en kaart die spreker hier aan van 970 bedrijven hebben haar deuren gesloten, voorzitter. Ze geeft niet aan, voorzitter, dat er meer dan 1300 vergunningen, nieuwe vergunningen zijn verstrekt voor bedrijven, nieuwe bedrijven die hun deuren hebben geopend, voorzitter. Dat geeft men niet aan, voorzitter. Voorzitter, hier wordt er gezegd dat er constant geleend wordt. Maar er wordt niet gezegd waarvoor er geleend wordt. Laat de oppositie, voorzitter, een keertje hier komen en aangeven. Ik ben tegen de lening die zorgt dat er waterleiding daar geplaatst wordt. Ik ben tegen de lening die zorgt dat er elektriciteit daar komt. Ik ben tegen de lening die zorgt dat de wegen van de binnenlandbewoners worden geasfalteerd. Ik ben tegen de lening die zorgt dat de bruggen worden gebouwd. Ik ben tegen de lening die zorgt dat ziekenhuis Wanica komt. Ziekenhuis Albina of Mungo? Mungo, Albina? Komt, voorzitter. Ik ben tegen de lening. Dat zorgt, voorzitter, dat de 4 RGD-polyklinieken en meer komen, voorzitter. Laat ze opstaan en dat tegen een keertje tegen aan het volk zeggen, voorzitter. Ik dacht ze uit. En tot zover aflevering 17 van Focus. Dit programma wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden, steeds om 9 uur 's avonds. Indien u deze aflevering heeft gemist, kunt u de herhaling bekijken op middernacht 3 uur, 8 uur en 11 uur morgenochtend. Fijn dat u hebt gekeken en graag tot morgen. Goedenavond.